VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo. VVV heeft de magische grens van 34 punten nog niet bereikt. Excelsior voorkwam dat. Zometeen de beelden. En we kijken uiteraard vooruit op de komende wedstrijd tegen koploper PSV. Dit is een aardige kopbal. Zwarthoed kijkt ernaar. En zou geklopt zijn. Weinig steun. Dat dan weer wel. Links van hem Van Krooi. Rechts van hem T. Maar dit is wel een positie waaruit Van Krooi zou kunnen scoren. Omdat hij een goed schot heeft. En Zwarthoed heeft behoorlijk wat problemen met deze bal. Van Duinen met wat ruimte. Kan draaien. En vindt het er dicht genoeg bij om het te proberen. En dat is een geweldig schot. En dat scheelt niet zoveel. Oi, oi, oi. Bijna maakt hij een van de mooiste van dit seizoen. Maar dit is een lastige bal voor Zwarthoed. Die hem, denk ik, als ik dat zo inschat, met opzet toch laat gaan. In de veronderstelling dat hij niet in de problemen komt. Bij Saoud weg. Niet aangespeeld. Slordigheidje bij Bruins. Kan het herstellen hier. Dit is een hoogstandje met Saoud. En Garcia. Heeft hij de ruimte om te schieten? Die heeft hij en die benut hij. En Excelsior flikt het weer. Onvoorstelbaar. Het elftal van Mitchell van der Gaag neemt in de 36e minuut een 1-0 voorsprong in de koel tegen VVV. Van Krooi. En dat is een geweldig eigen doelpunt. En Martijn neemt hem voor zijn rekening. Hij raakt hem vol. Ik ben bang voor Martijn dat dit zijn eerste van het seizoen is en dan passeert hij daar ook nog eens zijn eigen doelman mee. Het is een zeldzame vergissing van deze centrale verdediger dit seizoen. Maar op de goal valt niets af te dingen. Garcia. Mooi verlengd. Dit Karami. Faik. Dit is de ruimte die hij nodig heeft om te schieten. En die bal vliegt erin. En dat mag Excelsior niet alleen schrijven op het konto van Faik en zijn formidabele traptechniek. Maar ook op de ruimte die de ploeg wordt gegund door Martens op die vrije trap snel te nemen naar de overtreding op Bruins. Kanepeel. En daar is die. 1-3. Ja hoor. En Van Duinen neemt hem voor zijn rekening. En die zat eraan te komen. Mag Kanepeel de assist achter zijn naam schrijven. Maar komt die treffer toch echt op naam van Mike Van Duinen. Excelsior zou met 3 punten erbij naar 35 gaan. En dan zit het na 27 wedstrijden op 2 punten van de 37 die het vorig jaar na een heel seizoen bij elkaar speelde. Oh, wordt het spannend? Ja, het wordt spannend. Via Tee. Die VVV terugbrengt in de wedstrijd. Die zijn 7e van dit seizoen maakt. En die kan gaan zorgen voor een buitengewoon vermakelijke slotfase. Vaas. Het is secondenwerk nu. Volgende hoge bal. Vaas krijgt een duw. Fortis verdedigt uit. Het is voorbij op 94 minuten en een beetje. En Excelsior flikt het weer. Een buiging voor het gezelschap van Mitchell van der Gaag. En Excelsior op vreemde bodem. Het blijft een fenomeen dit seizoen. Ja, teleurstellend. Dat waren eigenlijk twee gelijkwaardige ploegen, vond ik, ten opzichte van elkaar. En ja, ik vond Excelsior niet heel groot spelen. Maar ik vond ons ook niet in goede doen. En dan blijkt dat zij... Maar ik vond dat wij uit eigenlijk de wedstrijd onder controle hadden. Nou, vond ik dat zij nu in een aantal aspecten gewoon iets beter waren dan wij. Vonden we de doelpunten wat makkelijk weg hebben gegeven. Ik vond ons voetballend gewoon heel matig deze wedstrijd. En dat was zonde, want ja, je had natuurlijk een geweldige stap kunnen zetten om je definitief veilig te spelen. Naar de 8e plaats kunnen klimmen. Dus dat is jammer. Maar ja, goed, die wedstrijd heb je er ook tussen. Hoe vervelend ook. Ja, jammer, bittere nederlaag natuurlijk. Je wil hier thuis van toch een concurrent van de middenmoot gewoon punten pakken. En natuurlijk het liefst winnen met goed voetbal. En ik vond dat we dat niet gedaan hebben. We hebben niet, vooral de eerste helft niet goed gevoetbald. Tweede helft kom je meer in de wedstrijd en zie je dat je toch kan goed meevoetbald en kansen creëert. Alleen hun scoren toch ongelukkig de 2-1 afstandsschot.
En daarna ja, is het toch de 3-1 en is de wedstrijd toch een beetje over. En ik heb toch wel een beetje de passie gemist van de andere wedstrijden. Ja, wat is dat toch? Jullie lijken het beter te doen in uitwedstrijden en tegen de topploegen. Heb je daar verklaring voor? Nee, we zouden het ook om willen draaien natuurlijk. Het is dat het ons wel ligt, het spel en de uitwedstrijden, toch de tegenstander laten komen. En dat we dan gewoon met goed voetbal en goede uitbraken vaak eruit komen. En dat tegenstander zich vaak stuk daarop bijt op ons. En ja, we hebben nog niet heel veel het spel hoeven maken in de uitwedstrijden. En nu thuis hebben we dat wel moeten doen. En dan zie je dat we daar toch nog wat moeite mee hebben. Het was statisch en op de training en in andere wedstrijden hebben we ook laten zien dat we het wel kunnen. Vooral in de tweede helft vaak. Alleen nu ontbrak dat gewoon tegen Excelsior. Nou, dan heb je die magische grens van 34 punten nog niet behaald, maar ja, geen zorgen denk ik. Nee, want ja, misschien is 33 ook wel genoeg, ik weet het niet. Maar ja, je wilt gewoon zo snel mogelijk en dat was zaterdag een mogelijkheid. Want nogmaals, wij hadden, als we in ons goede doen waren geweest, hadden we zaterdag die wedstrijd kunnen winnen. Ja, dan is je op 36 gekomen en dan weet je nooit waar het allemaal toe geleid zou hebben. En nu is het toch een teleurstellende wedstrijd geweest en... ook nog eens een wedstrijd waarin je een aantal mensen kwijt bent geraakt. Nu moet naar de koploper toe. Dus al met al had ik me veel meer voorgesteld van afgelopen zaterdag. Binnenkort stellen we op dinsdag in VVV TV een elftal vragen aan een VVV-speler. Als eerste was doelman Lars Unnerstal aan de beurt. Inzenders bedankt voor de vragen. Binnenkort komen de antwoorden. Ondertussen kun je een leuke of originele vraag insturen voor Mareno Rutte. Dat kan via vvvtv@omroepvenlo.nl of laat een bericht achter via Facebook. Nog leuker is het als je zelf je vraag stelt door hem bijvoorbeeld op te nemen met je telefoon en dat filmpje deelt met ons. Zaterdag speelt VVV in Eindhoven tegen koploper PSV. Lennartie is er niet bij, zoals bekend. De Duitse spits staat bloed af aan een patiënt met leukemie om zo een stamceltransplantatie mogelijk te maken. Maar er ontbreken meer spelers. Opoku, dat zou de vervanger zijn in de spits, maar die is net afgehaakt op de training en die lijkt een aantal weken eruit. Dus ja, dat is dan... Dat weet je nu al? Het is echt ernstig? Ik denk dat het wel ernstig is, ja. Ik denk dat hij er wel voorlopig even uit is. Het lijkt op dezelfde blessure die hij vorige keer had aan zijn kuit. En, dus ja, je bent in 2 dagen ben je je nummer 1 en je nummer 2 spits kwijt voordat je naar PSV moet. Nou, Hunt is nog niet fit. Roejans is nog niet fit. Dus ja, je zit ineens eventjes Damien van Brugge niet fit, Tristan Dekker niet fit. Dus je zit ineens in de hoek waar de klappen vallen. En dat je uiteindelijk, dan is het groepje klein. Daar hebben we bewust voor gekozen. Maar dat is wel even een aantal vervelende dagen qua blessures. Deze uitspraak deed Stijn na de dinsdagtraining. Toch verwacht de trainer hooguit Hunte en Jansen nog bij de wedstrijdselectie. Het wordt de derde ontmoeting dit seizoen tussen VVV en PSV. De voorgaande duels hielden de Venlonaren lang stand. Incidenten zorgden voor een kantelpunt. Ja, die neem je natuurlijk wel mee. Want we hebben denk ik 2 keer hebben het heel behoorlijk gedaan tegen PSV. Thuis in de tweede helft op 2 in voorsprong gekomen. Nou, dan kun je natuurlijk het moment met Gerald met de rode kaart. Waardoor we eigenlijk de wedstrijd weggaven. Nou, en uit voor de beker heb je het ook redelijk onder controle. Ik heb natuurlijk het ongelukkige moment vlak voor rust waar we de 1-1 tegen kregen. Dus dat geeft aan dat wij nogmaals een ploeg zijn die overal kansen hebben. Die moeilijk te bespelen is. Aan de andere kant weet je ook, moet je ook heel reëel zijn dat je naar de aanstaande kampioen gaat. Uit. En dat is een van de zwaarste wedstrijden van het seizoen. Dus ook zo reëel moet je zijn. Dus wat dat betreft moet je wel je plek weten. Je hebt hier thuis ook tegen Ajax gespeeld. En de andere topploegen die je met PSV kan vergelijken. Die worden op momenten beslist. En als je daarin scherp bent en het valt net de goede kant op, kan je een resultaat halen. Maar ja, je bent ook afhankelijk toch wat je zegt van een scheidsrechter of een kantelpunt met een rode kaart. En ja, je moet zorgen dat dat niet gebeurt. En dan denk ik dat we met wat geluk gewoon een resultaat kunnen halen. Maar we moeten niet vergeten dat we wel uit naar PSV moeten. En dat we gewoon alle zeilen bij moeten zetten om daar resultaten te gaan halen. Toch ging de aanstaande kampioen afgelopen weekend verrassend hard onderuit tegen Willem II. In Venlo hadden ze dat liever anders gezien. Nou, ik denk dat alleen maar motiverend voor hun werkt. Dus ik had liever gehad dat ze gewoon daar met 0-5 gewonnen hadden. Dan dat ze met 5-0 verloren hebben en waarschijnlijk tot op het bot gemotiveerd zijn tegen ons. Dus ik had het liever anders gezien. Maar ook dat heb je niet in de hand. Zoals je afgelopen weekend zei, het biedt wel kansen. Ja, tuurlijk. Maar goed, dat,
dat zeg je natuurlijk ook gekscherend. Want je weet natuurlijk, je hebt overal kansen. Maar je weet als je uit naar PSV gaat en je ook nog een aantal cruciale posities mensen moet missen. Ja, dat gewoon een loodzware avond gaat worden. Die willen zich revancheren en zeker tegen toch weer een kleine ploeg zoals wij in de Eredivisie die op bezoek komt, willen ze een grote uitslag lijkt mij neerzetten. En de 5-0 nederlaag wegwissen zeg maar. Alleen het is aan ons om daar mee om te gaan. Maar ja, je hebt natuurlijk liever niet dat het net een wedstrijd gebeurt voordat je daarheen moet. Je weet dat ze daar super scherp zullen zijn en alles gaan doen om die wedstrijd binnen te halen. De laatste keer dat VVV voor een stunt zorgde in Eindhoven was in 2009. Weten we het nog? Amrabat, Kromkamp, laag en hard gegeven, Toyfone, Amrabat, mooie goal, mooie goal. Doedzak krijgt die bal nog voor, Toyfone, 2-0, PSV. En Isaacson die toch maar blijft staan, Honda, mooi meegegeven. Nou, dit is een schitterende kans en een mooie goal ook. Ahahaoui. En de 2-2! Fantastisch, Honda! Jens Team Revinja. En zo heeft VVV binnen het kwartier de schade hersteld. Affalay. Toyfone. En PSV scoort uit die situatie. En dan is er erg sneu voor Gentenaar. Marcellus. Schaken is sterker. Schaken, nou rustig blijven. Schaken, is heel rustig, 3-3. En het is niet onverdiend. Marcellus gaat in de fout. En Schaken, die rolt dat wel heel knap af hoor. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo.